Op de voorpagina van alle grote kranten stonden vanochtend foto's van cameraman Stan Storymans uit Goorle. Hij heeft toch al gezegd van: uh, Ik maak wereldnieuws en ooit word ik zelf wereldnieuws. Ik weet niet dat hij dit bedoelt, heeft, maar, maar ja, hij is het wel. Het nieuws van zijn dood is hard aangekomen bij de zwager van Stan, fotograaf Jan Stads uit Tilburg. Hij hoorde gisterochtend op de wereldomroep dat er een Nederlandse cameraman was omgekomen in Georgië. Besefte u meteen dat dat Stan moest zijn? Als er maar één uit Europa zit en er is een, een Nederlands cameraman dood, dan, dan moet de stand. Als 14-jarige jongen gaat Stan met hem mee naar zijn werk bij het persbureau van Eindhoven. Daar mag Stan aan de slag als geluidsman. Na een paar jaar wordt hij cameraman. Stan reisde de hele wereld over. Hij filmde de hongersnood in Afrika. De oorlog in Afghanistan en de verwoesting van orkaan Katrina. Maar ja, als je ziet waar hij in die, uh, die tijd meegemaakt heeft, onder druk gestaan heeft, om, uh, gevangen genomen is, uh, geweren tegen zijn hoofd gehad en uh, in oorlogsgebieden gereden, waar toevallig net even wapenstilstand was, of waar de, de echte kogels om zijn oren vlogen. En je ziet dan waar hij nauw gestorven was. Ja, dat is Frank, dat is, dat is Want het is eigenlijk, eigenlijk is gestorven in een oorlog die bijna voorbij was, waar toevallig nog één bommetje valt. Het is extra wrang dat dit waarschijnlijk Stans laatste gevaarlijke klus zou zijn. Had zijn kinderen echt gezegd: van ja, heel gevaarlijke dingen doe ik niet meer. ja ik minder? En ik denk dat hij ook uh, niet als vakman, want hij was 100% vakman, en als Stan beslist, ik ga naartoe, gaat hij er gewoon naartoe. Maar, maar in eerste instantie, weet ik dat de BBC belde, had hij echt twijfelde, hij ik nee gezegd. En toen belde RTL en ja, voor zijn opdrachtgever schuift hij dat vuur. Stan was een boek aan het schrijven over zijn ervaringen als cameraman. Samen met journalist Johan van Grinsven. Dat boek komt ondanks zijn dood toch uit op verzoek van zijn familie. De verhalen die Stam al had geschreven zullen worden afgewisseld met verhalen van mensen met wie hij heeft samengewerkt. Het moet een, een, een naslagwerk worden, dat zijn hoofdlegers. En het moet een naslagwerk worden dat mensen weten wat er gedaan moet worden voor die beelden. En de toekomstige cameramanen weten. Maar dat mensen ook weten dat er uh, leuke en erge dingen in het leven staan. En dat iemand daar vast moet liggen. En dat hij daar toevallig een ster in was. Het laatste hoofdstuk zal Georgië uh, worden.